Ik heb de doekjes bij de hand, de schoonmaakdoekjes en de 23 lipsticks van Catrice. Het is nog wel aardig wat en ik ga er dus vliegensvlug doorheen, anders wordt het een mega lange video en daar zitten jullie vast niet op te wachten. Dus ik ga er niet te veel over vertellen, ik vertel alleen of die mat is of gewoon is. Verder vertel ik de kleur en het nummer erbij en of het limited edition is of niet. Dus laten we heel snel gaan beginnen. Ik ga ze overigens op kleurnummer laten zien. Dus ik begin gewoon bij, 050. Dat is de eerste kleur die ik heb. En zo werk ik de kleurnummers omhoog op naar 300 nog wat. De eerste die ik je ga laten zien is 050 Princess Peach. En dit is een onwijs mooie koraal perse kleur. Heel erg mooi. Dit is Princess Peach. Wil je nou weten welke lipsticks ze nog wel en niet in het assortiment hebben? Ik zal in de beschrijving even een linkje plaatsen naar de site van Catrice, waarop je kunt zien welke lipsticks ze nog wel en niet in het assortiment hebben. Door naar de volgende kleur, dat is 060 Oh Juicy. En Oh Juicy lijkt een heel klein beetje op Princess Peach, maar neigt veel meer naar het oranje. Oh Juicy. Ja, echt een sappig kleurtje. Ideaal voor Koninginnedag zou ik zeggen. Vloekt lekker nu bij mijn oogmake-up, zie ik. Maar Het is echt een dare kleur. Je moet hem echt durven dragen en echt een oranje kleur. Next is 070 Light the Fire. En dit is een mooie rode kleur. Light up the Fire. Ja, gewoon een hele mooie klassiek rode kleur met lekker wat shimmer erin ook. Waardoor die heel erg, best wel glans. Een klein metallic effect heeft hij wel. Verder met 080. Ook een prachtige rode kleur. Maar dan een donkerder rodere kleur. Dit is My Red Card. Deze heeft ook een stuk minder shimmer in zich. Ik vind dit echt een hele mooie kleur. En de volgende is nummer 111. En dit is Pink Me Up. Een hele mooie rode kleur met een roze ondertoon. En die roze ondertoon zie je ook echt goed op de lippen. Ja, zoals ik al zei, je ziet de roze echt goed terug op de lippen. Echt een heel mooi apart kleurtje. Door naar een hele andere kleur, nummer 130, Frozen Rose. Ik kan hem, maar hij matcht momenteel echt totaal niet met mijn make-up. Je moet echt je make-up op deze lipstick aanpassen. Want het is echt een soort Nicki Minaj kleur, om het zo maar te zeggen. Het is een hele aparte kleur. Maar hij is wel echt ontzettend mooi. Daarna een nude kleur 190. De nuder the better. Deze is er ook uit. Is wel echt heel erg romig. Dus hij benadrukt de velletjes wel wat bij mij. Maar toch vind ik de kleur wel echt wat hebben. De volgende kleur is 210. Pinkadilly Circus. En dit vind ik ook echt een prachtige kleur. Echt heel mooi roze. Een soort lief frambozenroze kleurtje. Dit is denk ik toch wel echt één van mijn favoriete kleuren van Catrice. Piccadilly Circus. Ik weet alleen niet meer of hij nog in het assortiment zit. Omdat Catrice zo vaak van een assortiment verwisselt. Door naar 210, Hey Nude. En dit is meer de lichtere, rozere versie van de Nuder the Better. Ja, of de Nuder the Better. Deze is gewoon wat lichter. Wel echt ook weer een hele mooie nude kleur. Op naar nummer 250, Mad About Pink. Dit vind ik echt zo'n onwijs mooie kleur. En zoals de naam ook al zegt, dit is dus een matte lipstick. Ja, hij is echt prachtig. Echt wauw. Mad About Pink. Ja, geweldige kleur. Echt onwijs mooi. Ik vind het matte effect heel erg mooi. Daarnaast vind ik de kleur prachtig. Echt een heel mooi neon effect geeft hij toch ook wel een klein beetje. Ja, echt. I'm in love with it. Next is 260. It's a Mad World. Dit is ook een matte kleur. En een mat rode kleur. Wauw, echt. Als ik hem zo zie, denk ik echt. Ik moet hem er weer vaker bij gaan pakken, want hij is echt prachtig. Echt een hele mooie kleur. Dan 270, een totaal andere kleur. Material Girl. En dit is een matte, ook weer een matte kleur. Maar dan een matte paarse kleur. Echt. Deze is zo mooi. Deze vinden ook zoveel mensen prachtig. Maar Catrice heeft hem weer uit het assortiment gehaald, helaas. Echt zonde, want ja, de kleur is gewoon echt wauw. Een hele mooie paarse kleur, maar toch met toch wat roze erin, wat het net wat draagbaarder maakt.
Vervolgens 310 en dit is Red My Lips. Dit vind ik echt, echt een prachtige rode kleur. Ik denk wel de mooiste rode kleur die ze hebben in het assortiment. Wauw, echt. Ik had het zeggen, ik vind hem gewoon prachtig. Ik vind de kleur zo onwijs mooi. Zo fel, zo intens, zo knal. Ja, wauw, echt. Prachtig. 320 Kiss Kiss Hibiscus. Ook echt een prachtig, onwijs mooie kleur. Een rood-roze kleur doet me ergens een klein beetje denken aan Relentlessly Red van MAC. Al is deze toch echt meer iets roze koraalkleurig, denk ik. Ja, deze is wel een stuk rozer als Relentlessly Red maar van MAC, maar hij is prachtig. Echt een heel lief, schattig kleurtje. Die toch lekker opvalt. Love it. 350 Matador zit ook nu nog in het assortiment. Een hele mooie matrode kleur wederom. Ja, prachtig mooi kleurtje. Kijk ze op aan te merken, gewoon een mooie kleur. Niet zo heel bijzonder, maar ja, op zich hoeft ook niet. Gewoon vrij neutraal rood. Dan de kleur 360 met Traction. Is tegelijkertijd met Matador uitgekomen. En dit is ook weer een hele mooie matte rode kleur. Deze is net iets donkerder als Matador. En ik zie gewoon dat ik hem nog nooit heb gebruikt. Dit wordt dus weer de eerste keer dat ik hem gebruik. Shame on me. Ik weet het alweer. Dit is meer een roze kleur. Deze heeft echt een duidelijke roze ondertoon die je ook wel terug ziet op de lippen. Dat was het verschil. Ik wil al zeggen, ik dacht dat er één roze was dan de ander. En dat is deze dus. Door naar weer een hele andere kleur. 370 in a Rose Garden. En deze hebben ze momenteel ook nog. Een hele mooie oudroze nude kleur. Ja, echt heel mooi kleurtje. Echt een onwijs mooie My Lips But Better kleur. En dan de laatste van de Ultimate Color Line die ik heb. Dat is 390 on the pink side of life. Deze is ook vrij recent in het assortiment gekomen. Ja, echt een super schattig kleurtje. Dit vind ik ook echt een hele mooie lipstick voor in de lente. De structuur is alleen een stuk minder romiger dan de andere lipsticks van Catrice. Hij is best wel, hij trekt best wel. Hij is een beetje licht uitdrogend. Dat is wel jammer eraan. Maar verder vind ik het gewoon echt een prachtige lipstick. En zeker aan te raden met bijvoorbeeld een primer eronder. Dan heb ik nog 5 lipsticks over. 2 uit een limited edition en 3 uit de Ultimate Shine Gel lijn. Ik ga je als allereerst 070 uit de Ultimate Shine Gel Color lijn laten zien. En dit is License to Pink. En dit is echt een fel roze kleur. Maar hij komt niet zo over op de lippen, want het is een gel color. Dus hij is een stuk minder gepigmenteerd op de lippen. Hij is wat meer transparant. De kleur zie je alsnog best wel goed, maar hij is niet zo... hij is wat licht sheer, zeg maar. Dus wat licht transparant. En hij is ook echt enorm romig. Door naar de Ultimate Shine Line, dus zonder gel color. En dit is 080 Coralicious Pink. En dit is meer een koraal, ja, bruin, oranje kleurtje. Een hele aparte kleur. Ja, echt zo'n metallic effect geeft die. Echt heel veel glitters en shine. Maar op zich, ja, hij heeft wel iets, vond ik. En nummer 090 Fox Nox. Dit vond ik ook echt een onwijs mooie kleur. Meer een bruine kleur. Ja, een bruine, oranje kleur. Een hele aparte kleur. Echt zo'n herfstkleur. En dan de laatste twee uit de limited edition van Metallier. De eerste is C02 Alluring Pink. Die naam kan ik echt nooit uitspreken. Ja, echt een prachtige kleur. Niet zo intens qua kleur, qua pigmentatie. Maar wel, de kleur zelf is wel heel erg mooi. Gewoon geeft een heel mooi licht, licht glossje eigenlijk over je lippen heen. En de laatste C03 Alluring Red. En dit is een hele mooie rode kleur. En dat waren al mijn Catrice lipsticks. Het zijn er echt, echt way too much. Ik weet het. Het zijn er echt heel veel. Maar ik vind ze echt onwijs mooi. Ze zitten onwijs lekker. En ze zijn niet heel erg duur. Ze kosten in de winkel €4,99. En ik vind ze het voor dat geld wel heel erg goed doen. Dus ik ben er heel erg tevreden mee. Dat was weer mijn video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik wil je hartelijk bedanken voor het kijken. En ik zie je heel graag de volgende keer weer. En vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren. Doei!